ben Alexander Doornekamp. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Alphen aan de Rijn. En wat ik nou zo leuk vind aan schaatsen, is dat het vooral gaat om snelheid, maar ook om de beheersing van techniek. Dus je moet er heel goed bij nadenken van wat je doet en hoe je dat goed moet doen. We zijn hier vandaag om een sponsorcontract te ondertekenen voor de schaatspupil Alexander Doornekamp van schaatstrainingcentrum De Rijnstreek voor dit seizoen. Schaatsen is een heel dure sport. Naast je schaatsen heb je natuurlijk ook goede kleding nodig en allemaal lidmaatschappen. Daardoor ben ik op zoek gegaan naar een lokale sponsor die mij in dit soort dingen zou kunnen ondersteunen. Alexander rijdt dit seizoen 6 afstanden. Daar hebben we de persoonlijke records vastgelegd. Bij elke verbetering van een persoonlijk record staat daar een financiële prestatiebeloning tegenover. Ik ben vooral heel blij met de sponsoring, omdat je nu een snel pak hebt, een echt wedstrijdpak. Dat snelle pak, het is echt professioneel, dus je wordt meer in de hoeken gedrukt. En dat helpt gewoon, want dan ga je gewoon sneller. Plus, het ziet er heel professioneel uit qua kleur, dat blauw-zwart. Dat is heel mooi. En voor ons is een stukje ijzersterke reclame in de koppeling met een leuke jeugdige pupil is altijd meegenomen. Vanavond rijden we de eerste wedstrijd van het jaar. Dat wordt de 3 kilometer. Alles moet juist gaan. Dus als ik mijn techniek en mijn kracht en mijn snelheid alles goed rij, dan rijd ik een goed persoonlijk record. Ja, het begon goed. Ik ging met 2 heel snelle rondjes van start. Ik denk echt van dat hij dacht van het gaat zo goed. Ik zit in de goede hoek en hij ging zo hard weg. Alleen na die 2 rondjes verzuurde ik heel erg. Maar daarna heb ik hem wel heel vlak gehouden. Dus op zich is er nog wel een goede tijd uitgekomen. Dus ik ben wel heel tevreden. Door dat nieuwe pak merk je dat je echt in de hoeken moet. Dus dit 90 graden. En als je 90 graden hebt, kan je het beste je kracht kwijt. Dus daardoor kon ik lekker diep zitten en extra veel kracht leveren. Dus volgens mij ben ik er wel sneller door gaan rijden. Dus dat is zeker geslaagd. Nou, ik ben echt razend enthousiast. Als je ziet hoe die in dat blauw-zwarte pak over die baan is hier op de Uithof. Ja, dat gaat alles voor de toekomst beloven. En dan op de 3 kilometer. Jeetje mina joh. Dit wordt een heel mooi seizoen.